Het weer lijkt er nog niet op. Het waait, het is donker, er kan nog een bui vallen. Maar die komt niet, zeggen de mannen. En dus gaan we los met de laatste keer hooi maken op het eiland. En die bui? Nou, die kwam inderdaad niet. Het komt helemaal uit. Het weer is prachtig geworden. En na 6 dagen van maaien, schudden, schudden en nog eens schudden, wordt er vandaag geharkt en geperst. Sybrand en Otto zijn 2 volle dagen bezig geweest met harken en balen persen. Het resultaat mag er zijn. 502 balen. Dag 9 staat in het teken van al die balen naar de haven vervoeren. Een lange dag voor Aukje en Sybrand. Dit is dan ook de enige dag van de 11 dagen dat Otte niet op het eiland is. Op vrijdag en zaterdag is Otte balen naar huis aan het varen. En Sybrand, die lost de boot en zorgt dat de hooibalen in de hooikap komen. Op zaterdagochtend 5 uur staat ook de grousters.nl klaar om opnames te maken en een interview van Otte. Hele mooie beelden en een mooi interview over een tijdperk wat nu wordt afgesloten. Tja, en dan is het de vraag of de zaterdag wel lang genoeg is om al het hooi droog binnen te krijgen. De voorspelling is dat het 's nachts pas begint te regenen. Maar uiteindelijk wordt het steeds eerder. En toch spannend. En dan blijkt toch dat we aan het begin niet te vroeg begonnen zijn met maaien. We halen het net. Of misschien niet helemaal. De laatste 20 balen pakken net het begin van de bui mee en worden snel in de stal gereden. Het resultaat is prachtig. De hooikap staat vol met hooi en het ruikt lekker, niet normaal.